letterlijk. Nou, dat is hem dan, hè? Stardust, Jacques. Het water is hier aan de kant, pak een beetje 3-4 meter diep. Graag helder. Graag helder. Ziet alle vuilnis liggen. Ik zie, het valt wel mee met het weer. Dat zijn wat zonnestraaltjes. Maar die Stardust, vertel daar eens wat over, Jacques. De Stardust is een boot waarop 12 passagiers kunnen meevaren. Om te kijken naar zeearenden, Jan van Gent, papegaaiduikers, zeehonden, zeeotters. Heb je ze allemaal gehad? Walvissen. Walvissen. Haaien. Haaien. Ja, dolfijnen. Die zeeotters die heb ik niet, die zijn niet in de aanbieding. Hè? Maar de Big Five wel. Ja, die zeeotters zag ik op de foto. En wat verwacht je dan van vandaag eigenlijk? Dat we Jan van Gent zien. En de zeearend? Die zit aan een kettingje vast aan zijn poot op een rots. Okay. En je goed kunt zien en eventueel kunt voeren. Maar we komen erop terug. Oké. Okay. Zee krokodil ook? Nee. Ja, het filmpje. Eén afstreven, daar hebben we de zeearend gezien, hè? Ja. One of the Big Five. Ja. Four to go. Nummer 2, de zeehond. Denk ik. En ja, daar moeten ze zitten, Jacques. Maar, één zeehond, hè? Helemaal niets. Nul zeehond. Golden Eagle. Nou, voor ons niet zo heel bijzonder, maar wel zeehonden. 2. Beter ziet, dichterbij. Ja. En meer. Ja.